Nu gaan we echt beginnen. Opening Bert, hebben we gehad. Introductie, stappenplan. Jeroen, ga je gang. Ja, even vooraf zeg maar, de agenda volgt ook het hele stappenplan dat zo direct komt. En de kleurtjes in de agenda geven aan wie wat doet. Zodat je eigenlijk in één keer ziet van hey, wie gaan we zien. Dus ik doe even heel kort. Dan gaat Mirabella in op de eerste paar stappen. Dan doe ik het stuk hydraulica. En dan gaat Ellen verder met de technieken en de kosten en wat iets meer zei. Daarna is het dus tijd voor wat vragen. En hebben we een korte pauze voordat we dan in het tweede deel verder gaan met de tool. We hebben een Excel-tool gemaakt in het project waarmee jullie zelf heerlijk kunnen gaan ontwerpen. En die gaan we dan laten zien. Dus het eerste deel is vooral uitleggen van hoe ga je ermee, hoe werkt het, wat is dan belangrijk. En daarna wordt het werken met de tool zelf. Nou, het stappenplan bestaat eigenlijk uit 6 stappen, eigenlijk 7. Maar we hebben 6 vinden we behoren bij dit project en stap 0 vinden we huiswerk vooraf. En wat is stap 0? Dat is eigenlijk dat je als waterschap bepaalt van hè, wat is nu mijn ambitie met de verwijdering van die organische micro's. En dan kan het volgen vanuit de hotspot-analyse dat de zuivering belangrijk is. Het kan zijn dat beleidsmatig een keuze is gemaakt. Welke stoffen zijn van belang, speelt daar een rol. Het kan ook zijn dat het gewoon voor de lokale oppervlaktewaterkwaliteit nodig is. En die ambitie die is natuurlijk heel bepalend voor de rest van het verhaal. De eerste stap is om te kijken van hey, wat doet de zuivering nu al? Want we weten uit onderzoek dat sommige zuiveringen al best wel redelijk wat organische micro's verwijderen. Terwijl anderen die bakken er helemaal niks van. Hoe dat komt en alles en wat je daarmee kan doen, dat is nog onderzoek. Maar Mirabelle zal erop ingaan van hey, wat zijn de ranges daarin, hoe werkt dat en hoe kom je daarachter. We hebben wel gezegd default 10% rendement. Dus als je niet gaat meten, dan mag je aannemen dat het 10% is. Als je wel gaat meten, dan meet je waarschijnlijk iets hogers en dan heb je dus uiteindelijk voordeel op je benodigde capaciteit. Stap 2 is bepaalde doelstelling van de verwijdering. Dus dan vertaal je eigenlijk je ambitie naar een concrete doelstelling. En ook hoe ga je die bepalen. Doe je dat aan de hand van een jaargemiddelde voor een maatgevende stof of aan de hand van allemaal gidsstoffen of voor nog een andere set. Dat is een belangrijk iets om te bepalen. Nou, de volgende stap is kijken van waar hebben we nou eigenlijk mee te maken. Want elke zuivering die kent een ander aanvoerpatroon. En dat wordt weer bepaald door het rioolstelsel en het transportstelsel wat erbij zit. En het aanvoerpatroon en de dynamiek daarin, die bepalen eigenlijk weer hoe groot je nageschakelde techniek moet. Als je terugdenkt, 15 jaar geleden zaten we allemaal na te denken over zandfilters met P-verwijdering. Nou, daar zaten we al met van, hey, hoeveel keer DWA moet je behandelen? En die vraag is nu nog belangrijk, omdat het gewoon veel duurder is. Dus deze stap is heel belangrijk om goed te zetten. De vierde stap is om ontwerpcurves te maken met de tool. En wat de tool daarin doet is dat hij eigenlijk de voorgaande stappen combineert. Dus die combineert je daadwerkelijke verwijdering op de zuivering. Die combineert het aanvoerpatroon en die combineert de rendementen van technieken. En dan krijg je ontwerpcurves die op zichzelf vrij makkelijk af te lezen zijn, zoals jullie straks zullen zien. Nou, dan kan het vervolgens nog zijn dat je zegt van hey, ik ben toch niet helemaal blij met die ontwerpcurves of ik wil meer besparen. En dan kun je kijken of daar nog rek in zit. Bijvoorbeeld door te manipuleren in het aanvoerpatroon of het rendement van het actief-slibsysteem zelf te verbeteren. Nou, dat is onderdeel van stap 5. En als je dat allemaal hebt gedaan, nou, dan heb je een hoop informatie en dan moet jij keuzes gaan maken. En dat is in stap 6 het dimensioneren van aanvullende behandeling. En daarin weeg je niet alleen kosten af, maar ook prestaties en nevenproducten en allemaal dat soort dingen. Dus daar maak je echt de keuze. En vanaf dan is het weer aan jullie om daarmee verder te gaan. Dus dat is op hoofdlijn het stappenplan. En dan geef ik nu het woord aan Mirabella. Ik ga er heel even tussendoor voor de procedurevraag. De presentatie krijgen jullie allemaal. Dus je hoeft niet mee te schrijven, foto's te maken of weet ik wat. Ik maak een opname van de presentatie en die is waarschijnlijk snij ik het discussiedeel eraf. Maar ik wil kijken of we de presentatie van Jeroen, Ellen en Mirabella op kunnen nemen en zo op die manier ook kunnen hergebruiken. Ik weet niet precies hoe ik dit of en hoe ik het kan editen. Maar wees dus niet bang dat ik jullie stemmen of personen hier ook in die opname mee ga nemen. Ik ga het me puur om de presentatie. Mirabella. Oh, en... nee, die anderen komen dadelijk. Mirabella, ga door. Oké. Okay, ik heb mijn microfoon weer aangezet. Stap 0, ambitie. Jeroen legde dat al even uit. Er ligt eigenlijk wat huiswerk voordat je met deze tool aan de gang kan. En dat betekent dat je als waterschap je ambitie moet bepalen ten aanzien van verwijdering van organische micro's in RWSD-afvalwater. Eerst even een stukje afbakening van het rapport en het onderzoek wat we hebben gedaan en hoe de tool werkt. Hij is met name bedoeld voor organische microverontreinigingen in droogweerafvoer. Dus stoffen in regenweerafvoer zien we als een bonus wat je mee zou kunnen nemen. Maar het is met name bedoeld om de dimensionering te bepalen onder droogweer. En is dus beperkt tot organische microverontreinigingen. Geen zware metalen of dat soort dingen. Ook geen nutriënten. De tool werkt met 1 gemiddeld rendement van stoffen. En de stoffen kunnen zelf worden gekozen. Dan moet ik even uitleggen. In de regeling, in de bijdrageregeling vanuit het Rijk. En ook het innovatieprogramma microverontreinigingen. Kennen we ondertussen natuurlijk de 11 gidsstoffen van Gerard. Dat we 7 van de 11 moeten verwijderen met een bepaald percentage. Er is ondertussen ook een onderzoek aan de gang van het ILO, waarbij we kijken of die 11 gidsstoffen geschikt zijn of dat er nog andere gidsstoffen zijn. Dus ondertussen is de lijst uitgebreid met een aantal kandidaatgidsstoffen. Dan komen we op 19. Die stoffen die kan je op zich kiezen. Dat je zegt van nou, ik weet nog niet zo goed waar ik mee aan de gang wil. Dus je kan die stoffen kiezen. Maar je kan ook gewoon stoffen kiezen die voor jouw eigen oppervlaktewaterkwaliteit belangrijk zijn. De tool die maakt er geen onderscheid in. Je moet zelf bepalen welke stoffen je belangrijk vindt. En dan werkt hij met 1 gemiddeld rendement. En het woord rendement, dat gaan we straks allemaal toelichten. Want we hebben verschillende rendementen. Natuurlijk van de zuivering zelf, van de nageschakelde techniek. Overal rendement. Maar het is altijd 1 gemiddeld rendement van de stoffen die je dan ziet. Dus eigenlijk willen we iedereen oproepen om goed na te denken over welke stoffen zij belangrijk vinden. Om te verwijderen. Dat staat dan ook meteen bij bepaalde ambitie. En die ambitie die kan dus voortkomen uit verwijderingsrendementen zoals in de bijdrageregeling staat. Maar ook uit andere stoffen, andere verwijderingsrendementen. Het kan ook zijn dat je naar een bepaalde concentratie in je effluent wil. Het kan zijn dat je naar een bepaalde concentratie in je oppervlaktewater wil. Het kan ook zijn dat je een vrachtreductie op die oppervlaktewater wil hebben. Dus dat moet je eigenlijk allemaal van tevoren bepalen. En dan kan je zeggen van nou, dit is mijn ambitie. En dat moet je dan vertalen in de tool. En dat komen we in deze presentatie terug. Wat je in ieder geval nodig hebt is inzicht in je huidig rendement. Dus als je hier stoffen gekozen hebt die je belangrijk vindt. Dan heb je het huidige rendement van de zuivering nodig. Want anders kan je niet aan de gang met deze tool. Jeroen, kun je de volgende sheet doen? Ja. Want in deze tool werken we met een jaarrendement. Het plaatje wat jullie nu zien, daar zit een grote rode pijler bovenin. En daar zie je hoe het jaarrendement is gedefinieerd. En dat betekent dus dat je je rendement bepaalt van je totale effluent ten opzichte van je influent. En in de regeling, in de bijdrageregeling van het Rijk zou je dan ook nog voor bezonken water mogen pakken. Maar in ieder geval is het dus helemaal het totaal. En daar zijn eigenlijk 3 belangrijke dingen in, die we ook in de tool meenemen. Dat is het actief-slib-rendement wat je nu gewoon al hebt op stoffen. Dus de meeste zuiveringen verwijderen toch de medicijnresten al voor een bepaald gedeelte. Dat zou je moeten bepalen, want dat bepaalt hoeveel je daarna nog moet nabehandelen. Qua hydraulische capaciteit. Dus daar draait eigenlijk dit hele onderzoek om. Dat je evenwicht probeert te vinden tussen wat je zuivering nu al doet. En wat je extra zou moeten doen. En dat extra, dat zou je dan in het actief slib kunnen doen. Hè, door PACAS bijvoorbeeld. Of misschien in de toekomst een andere geïntegreerde technologie. En een nabehandeling. En bij die nabehandeling heb je natuurlijk dat je die dimensioneert op een bepaalde grootte. En dan heb je een bypass. En die drie dingen tezamen, die moet je eigenlijk weten om dat jaarrendement te kunnen bepalen. Belangrijk aandachtspuntje hier even is het monsterpunt. Vanuit bijdrageregeling wordt gemonsterd in het effluent van de nabehandeling. Hè, als je nageschakelde stroom hebt. Daar hebben we in deze tool helemaal rekening mee gehouden. Dus je hoeft op zich niet op een ander punt te meten. Je hoeft ook niet je bypass qua concentraties te meten. Je moet alleen je bypass, of je moet alleen je influentergebied weten en dan rekent de tool het allemaal netjes uit. Dus 3 ingrediënten die je nodig hebt: actief sliprendement, rendement van je nageschakelde techniek en de bypass, oftewel je influentergebied. Nou, over dat rendement van dat actief slib zijn al een aantal onderzoeken gedaan. Je ziet bovenin met de groene balkjes is het Rijn-Oost onderzoek. Daar zie je een heleboel zuiveringen op een rijtje staan. En daar zie je het verwijderingsrendement effluent ten opzichte van influent. 48 uur bemonstering simultaan. Voor alle 11 gidsstoffen die we nu kennen. Dus die 11 gidsstoffen zijn gemiddeld. En daar is een rendement van bepaald. En je ziet dat dat per zuivering heel veel uitmaakt qua spreiding in de resultaten. Bijvoorbeeld de eerste balk bijlen. Daar zie je dat die gemiddeld zeg maar, een verwijderingsrendement van 50% haalt. En dat die ongeveer tussen de 40 en de 65 zit. Die heeft eigenlijk best wel een hele nette spreiding. De meeste zuiveringen die daarnaast staan, daarvan is de spreiding veel groter. Echt HINO ook... de spreiding gaat zelfs naar negatieve rendementen toe. Die spreiding die willen we natuurlijk verkleinen, maar hier hebben we op dit moment wel mee te maken. Vervolgens hebben we ook nog eens gekeken in dit onderzoek naar, is er dan spreiding tussen die verschillende gidsstoffen? Is die dan heel groot? Nou, daar zie je een voorbeeld van in Aarle-Rixtel, van een meetperiode. En dan zie je dat de meeste stoffen, als je daar apart het verwijderingsrendement van gaat bepalen, dat er... Gaat iedereen mee? Ik ga gewoon door. Dan zie je dat die stoffen zelf best wel een grote spreiding hebben, behalve helemaal rechts in de plaatjes. Nogmaals, hier moeten we het mee doen. Hè. Hier kan je rendement mee bepalen. Je kan je in feite je spreiding en je rendementen ook mee bepalen. We hebben nu gezegd, omdat die spreiding best wel groot is, hebben we een voorlopig werkinstructie gemaakt voor bemonstering. Daarbij gaan we dan in vooruit van 48 uur. Rekening houden met de hydraulische tijd. Want dat maakt echt heel veel uit of je flink veel van die uitschieters krijgt, negatief en positief. Dat betekent dus dat je effluentkast later moet starten dan je influentkast. Die werkinstructie, analyses en bemonstering, daar zit dus ook alles, het hele verhaal in over de kandidaatgidsstoffen. En die volgt snel. Die volgt of morgen of begin volgende week. Dus ik wil eigenlijk aan jullie vragen om daar even op te wachten. Die heel goed door te nemen. En dan als je vragen hebt, dan kan je bij Bert of bij mij terecht. En de boodschap voor dit project is dus dat je in ieder geval moet gaan meten om inzicht te krijgen in je verwijdering. En ook de spreiding in je verwijdering, zodat je wat gevoeligheidsanalyses kan uitvoeren. Dus samenvattend, welke info heb je nodig om te starten met deze tool? Bepaal je ambitie. Dus welke stoffen wil je verwijderen? En welk jaarrendement wil je halen? Nou, als je dat niet weet en je wil gewoon alvast wel met de tool aangaan, dan kan dat. En dan kan je gewoon de bijdrageregeling van de ministerie gebruiken. Dat hebben we in dit project dan maar als minimum ambitie neergelegd. Actief sliprendement meten. Als het niet bekend is, hebben we 10% aangenomen. Die staat als default erin. De bypass. Om het model te laten werken heb je het influentdebiet nodig, uurgegevens. Volgens mij, er staat hier over 3 jaar. Dat is ook het allerbeste. Volgens mij werkt die ook al met 1 jaar. Hè, maar hoe meer gegevens je hebt, hoe nauwkeuriger die wordt. Vervolgens heb je dan in de tool rendement van de nageschakelde behandeling. Hè, er worden lijnen weergegeven voor 70, 80 of 90%. En er wordt ook indicatief een kosten bepaald voor de technieken die we nu al kennen, die we bewezen noemen. En dat is dan PACAS, ozon- en zandfilter, PACAS, zandfilter en GAC. En je kan dus ook gewoon beginnen, hè, dat je zegt van nou ja, ik weet nog niet precies mijn ambitie, actief sliprendement ken ik ook nog niet precies. Je kan natuurlijk de tool dan gewoon invullen als je de influentdebieten maar hebt. En dan zie je in ieder geval wat daar uitrolt. Kan je wat gevoeligheden op loslaten. En dan kan je weer teruggaan in je proces van goh, wat is nou mijn ambitie en waar wil ik op optimaliseren. En dat zou dus kunnen zijn hydraulische ontwerpcapaciteit van je nageschakelde techniek, rendement van je actief slip of rendement van je nageschakelde techniek. Dat is het. Dank Mirabella, zover. Er zijn wat vragen over aanvoerpatroon van stoffen, maar daar komen we dadelijk op terug. Of die 1,5 keer DWA-dimensionering, wat daar, of dat nut, noodzaak of bonus is, daar komen we ook op terug. Waar te bemonsteren, dat plaatje wat Mirabella liet zien, RWA-spoor erbij. Kijk, ga je monsteren voor of na je nabehandeling of waar, voor je effluentlozing. Er zijn verschillende plekken waar je kan monsteren en waar je, die allemaal relevant kunnen zijn voor verschillende vragen, komen we ook op terug. Het enige wat ik nog eventjes terug wil halen, Mirabella, is het plaatje met de groene balkjes. De verwijderings... Ja, die groene, is dat nou met, bemonsterd met rekening houden met verblijftijd? Of is dat, zijn dat gewoon alle gegevens die we nu hebben met of zonder verblijftijden en juist om te laten zien dat als je dat zomaar influent en effluent bemonstert, dat je met negatieve verwijderingsrendementen en grote spreiding te maken kunt krijgen? Nee, de groene balkjes is het Rijn-Oost onderzoek. Dat is de samenvatting. Dus dat is het gemiddelde van alle 11 gidsstoffen met een simultane 48 uur bemonstering. Dus daar is geen rekening gehouden met de verblijfstijd op de zuivering? Nee, klopt. Okay. Ja. En dat is juist een van de punten, komen we dadelijk ook op terug. Ja, en in de rode balkjes is rekening gehouden met 24 uur verblijftijd van de zuivering. Maar dat was niet de daadwerkelijke verblijftijd, om dan helemaal compleet te zijn. Maar al wel een stapje beter? Ja. Oké, dank. Door. Ik probeer de vragen te volgen en... Een aantal vragen komen we echt dadelijk op terug. En als ik echt dingen mis, moeten jullie zelf er maar inspringen. We gaan door met de presentaties. Ja, ik heb mezelf weer aangezet. Als het goed is, kunnen jullie me horen nu. De derde stap is dus het aanvoerpatroon. En de default is eigenlijk, als je niks weet, is dat je het STOWA-rapport 2015-27 gebruikt. Met de gemiddelde DWA-curve voor een gemiddelde Nederlandse RWZI. En dan kom je uit op 1,66 keer de gemiddelde DWA. Nou, in dit project hadden wij wel als vraag van, is dat groot genoeg? Nou, voor hetzelfde geld zou het nog groter moeten. En aan de andere kant is de vraag, is dat niet in veel gevallen juist veel te groot en kun je nog heel veel besparen? Nou, om daarachter te komen moet je dus eigenlijk een aantal stappen doorlopen, of hebben we gedaan. En het eerste is eigenlijk dat je zegt van hey, dit is een plaatje van alle uurdebieten over een jaar. Nou ja, dan zie je al dat het af en toe regent, dan heb je veel water en het is heel vaak droog en dan heb je veel minder water. Als je inzoomt op een maandje, dan zie je dat terug, hè, dan zie je het kenmerkende DWA-profiel terugkomen en af en toe een buitje. En dit is wat het is. En dit moet je dan vertalen naar iets waar je makkelijk mee kunt ontwerpen. En dat is in een aantal stappen is dat gedaan. Het eerste wat je kan doen is zeggen van nou, hoeveel procent van de debieten zijn kleiner dan een bepaalde waarde. En als je dat dan uitzet in zo'n cumulatieve grafiek, dan zie je bijvoorbeeld dat 60% van de uren of 60% van de tijd is het water. Minder dan 24 uur gemiddeld. Of wat je zou ontwerpen op de DWA ontwerppiek hier, conform van STOWA, 1,66 keer de gemiddelde DWA. Nou, dan pak je op jaarbasis zeg maar bijna 80%, ruim 75% van het jaarvolume kun je dan behandelen. Dus als je op die manier je gemeten debieten vertaalt naar zo'n curve, dan kan je al aflezen, oké, als ik hoeveel keer de gemiddelde DWA pak, hoeveel van het jaarvolume kan ik dan behandelen. Dus dit is een eerste manier om dat een beetje te ordenen. Dan is de ene zuivering de andere niet. Uit een paar oude projecten hadden we nog meetgegevens liggen en die hebben we vertaald naar zo'n grafiek. En dan zie je eigenlijk dat het eerste stukje, ver onder de DWA lijken ze nog wel een beetje op elkaar, die zuiveringen. Maar vanaf 1 keer, 1,5, 2 keer DWA, dan lopen die curves heel ver uit elkaar. En dan kun je zeggen, ja, dat is niet zo spannend. Nou ja, dat is het best wel. Want stel je voor dat je bijvoorbeeld 70% van het volume wil behandelen. Nou, dan ben je bij een Kralingse Veer, wat een heel erg uitgevlakte aanvoer kent. Ben je met de 24 uur gemiddelde DWA, ben je eigenlijk al klaar om 70% van het jaarvolume te behandelen. Terwijl als je dat bij Raalte doet, dan moet je 1,8 keer de DWA behandelen om evenveel volume te pakken. Dus de aard van je gebied en de dynamiek van de aanvoer, die laat eigenlijk al zien hoe die resulteert in een ander aanvoerpatroon. En dus ook al een ander begin van je ontwerp. Vervolgens kwamen we er in het project eigenlijk natuurlijk achter van de focus ligt wel op medicijnresten en die ligt nou eigenlijk niet op bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen in afstromende neerslag. En als je dat weet, dan kun je zeggen, nou, het jaarvolume is niet bepalend. Het gaat niet om het volume, maar het gaat om de jaarvrachten medicijnen. Want je wil er zoveel mogelijk kilo's uithalen. En die medicijnen die komen altijd bij DWA. En als het regent, dan zijn ze er ook, maar dan verdunt het wat. En als je dat meeneemt, dan kun je dus zeggen van, als ik alle DWA pak, dan pak ik alle medicijnen al. En op regendagen pak ik ook nog eens een stuk van de medicijn, omdat het dan ook doorverdunt. Nou, die verdunning die hebben we meegenomen in de tool door gebruik te maken van een influent model. Wat we een paar jaar geleden hebben gemaakt op basis van continue metingen bij Eindhoven. En wat ook daarna nog is geëikt op een aantal zuiveringen. En met zo'n influent model kun je eigenlijk de vrachten gaan berekenen in plaats van de volumes. En dan krijg je eigenlijk zo'n soort grafiek. Waarin die getrokken lijn hier, dat is weer het behandelde jaarvolume. En de x-as is weer hoeveel keer de gemiddelde DWA heb ik. Dus dan is die weer genormaliseerd. En op deze as staat het percentage behandeld. En als je bijvoorbeeld zegt van ik ga hier op de STOWA ontwerppiek zitten. Nou, dan pak je dus zeg maar 77% van het jaarvolume. Maar als je kijkt hoeveel van de medicijnvracht je dan aan te pakken hebt, dat is dan 88%. Dus dat betekent dat je met dezelfde hydraulische ontwerpcapaciteit pak je al veel meer van de medicijnvracht dan dat je eigenlijk dacht op basis van het volume. Dus we zijn in de tool uiteindelijk gaan werken met die bovenste lijn, die gestippelde lijn, omdat het uiteindelijk gaat om de verwijdering van die medicijnen en dus om de verwijderde vrachten. Dus die bovenste lijn, dus met gebruikmaking van dat model, dat is hoe de hele tool werkt. En dit is nog iets om te laten zien. Stel je voor dat je 80% wil pakken, dan kun je dus al flink minder hydraulische, met een flink lage hydraulische ontwerpcapaciteit pak je al 80% ten opzichte van als je alleen naar volumes kijkt. Dus dat heeft een ongelooflijk sterk effect op je benodigde capaciteit. Dan gaan we dat vertalen naar ontwerpcurves. Dan is het leuk dat we interactief hebben gewerkt met elkaar. Dus mijn rol was dat aanvoerpatroon van de hydraulica. Mirabella zat heel sterk in het basisrendement van het actief slib. En Ellen die heeft het rendement van de technieken toegevoegd. En als je dat bij elkaar voegt en je roert dit potje, dan krijg je een heel mooi sausje. En dat is de ontwerpcurve die we uiteindelijk hebben gemaakt. En hoe ziet die er nou uit? Die ontwerpcurve die ziet er zo uit. En de basis van de ontwerpcurve Dat is hier die blauwe lijn. En dat is het rendement van het actief slib. De x-as is weer hetzelfde. Hè. Dat is een factor keer de gemiddelde DWA. Hè, zodat je zuiveringen makkelijk kan vergelijken. Je kan natuurlijk voor je eigen zuivering kan je daar gewoon kubus per uur neerzetten. En dan kun je daar het echte ontwerp mee aflezen. Maar hier is het, voor de vergelijkbaarheid is het relatief. Nou ja, de basis is dus je rendement actief slib. In dit voorbeeld is dat 10%. Hè. Je hebt niet gemeten, dus mag je maar 10% aanhouden. En dan vervolgens staat op de I als het percentage verwijdering. En dat is dus welk percentage van de jaarvracht je verwijdert. Nou, en dat percentage is natuurlijk afhankelijk van je aanvoerpatroon, maar ook van het rendement van de techniek. Nou, we hebben hier als voorbeeld 3 technieken opgenomen. Techniek A, B en C. Techniek A die heeft 70% rendement als techniek zelf. Techniek B 80 en techniek C 90. En dan zie je dat die curves heel ver uit elkaar gaan lopen. En met de techniek met 90% rendement ben je natuurlijk al eerder hoog dan met een techniek met minder rendement. En stel je nou voor dat je in de geest van de bijdrageregeling denkt van ik wil op jaarbasis 70% verwijderen. Dan kun je uit deze grafiek aflezen hoe groot het moet worden afhankelijk van de techniek die je kiest. Dus als je techniek A kiest, dan moet je 3,5 keer de DWA gebruiken als minimum hydraulische capaciteit. Want anders dan kom je nooit aan die 70%. Nou, als je techniek B kiest, dan wordt het al een stuk fijner. Want dan zit je op ongeveer 1,4 keer de 24 uur gemiddelde DWA. En techniek C, die heeft een wat hoger rendement. En dan kom je op 1,2 zoiets. Of 1,1 keer de gemiddelde DWA. En dit laat dus zien dat zeg maar, er is een soort trade-off tussen het rendement van techniek. En dat wordt heel erg bepaald door de dosering ook. En daarmee ook wat kosten. Versus hoe groot moet die zijn. En uiteindelijk is dat dus een afweging die je kunt maken. Welk rendement, welke techniek kies ik? Welk rendement hoort erbij? En daarbij speelt de dosering een grote rol. En dat vertaalt zich weer naar hoe groot kun je ontwerpen. Nou ja, dosering en hoe groot je ontwerpt en welk volume je behandelt, dat vertaalt zich uiteindelijk in de jaarkosten. En dat is de... oh, sorry, daar kom ik straks op. Nee, dat ga ik nu gelijk doen. Ik kom zo terug op deze. En dat vertaalt zich naar de jaarkosten. Hè? Dus dan heb je een ontwerppunt A, B en C. En dat kun je natuurlijk doen voor 70% rendement, maar ook voor 80 en ook voor 65. Hè? Dan kun je afhankelijk van je ambitie. En dan krijg je dit soort grafieken, waarbij je zegt van, stel dat ik 70% rendement wilde, dat zijn alle rode stippen. Dan staat hier op de x-as de hydraulische ontwerpcapaciteit, dus hoe groot moet het worden. En op deze as staan de jaarlijkse lasten. Nou, dan zie je dat in dit voorbeeld, als ik 70% rendement wil, nou, dan is techniek A het goedkoopst, ook al is die veel groter. Maar die is dan... per behandelde kuub weer goedkoper. En met techniek B zit hier, techniek C zit daar. Stel je voor dat je 80% rendement wil. Hè, dan zie je dat dat met techniek A en B niet kan. Die zitten niet meer in deze grafiek. Hè. Dus 80% rendement, ja, dat ga je niet halen met een techniek die dat heeft. En dat ga je ook niet halen met een techniek die 70% rendement heeft. Dat lukt dus alleen met techniek C. Nou, dat zie je dan terug in deze grafiek. En de tool geeft uiteindelijk deze overzichten, zodat je afhankelijk van je ambitie kan je in één keer aflezen, oké, het gaat me dus zoveel kosten. Dus dat, zo vertaalt zich dat uiteindelijk naar jaarlijkse lasten. En deze grafiek zat er nog tussenin en die wilde ik laten zien om te laten zien van hey, als het basisrendement hoger is, dat scheelt je dat geld. Dus... In de vorige grafiek ging ik uit van een basisrendement van 10%. Maar stel je voor dat dat 30 is. Hè, je hebt gemeten en die zuivering blijkt het toch een beetje beter te doen. Nou, dan kom ik op die zwarte lijn. Die ligt een heel stuk hoger. En als dan je ambitie 70% is, ja, dan hoef je niet 1,5 keer DWA te behandelen. Maar dan kan het terug naar 1 keer de gemiddelde DWA. Nou ja, dat scheelt je dus 50% van de kosten. Dat scheelt je gewoon heel veel geld. Dus dat rendement, en dat kost natuurlijk geld en tijd om dat te meten. Maar uiteindelijk kan dat je dus gewoon ontzettend veel schelen in jaarlijkse lasten. En dan verdien je dat weer heel soepel terug. Deze heb ik net gehad. En dan kan Elle verder met wat zijn nou de achtergronden bij de technieken. Want de vraag is even die mooie grafiek van Jeroen. Die mooie grafiek van Jeroen laat die kosten zien. Hoe zijn we tot die kosten gekomen? Maar de vraag is eigenlijk nog, hoe zou je idealiter op basis van kosten komen tot een keuze voor een bepaalde techniek? Om een bepaald verwijderingsrendement te halen? Nou ja, idealiter is er kennis over de relatie tussen een ontwerpcriteria van een bepaalde techniek, zoals bijvoorbeeld ozon. Bij een bepaalde dosering van ozon hoort dan een bepaald verwijderingsrendement van één of meerdere stoffen en de daarbij behorende kosten. En die directe link tussen ontwerpcriteria, prestatie en kosten, op basis van de gegevens en kennis die we nu hebben, is die link nog niet direct te maken. Maar daar zijn we nu in het innovatieprogramma wel heel veel informatie voor aan het verzamelen, zodat we die link, deze driehoek, steeds beter met elkaar kunnen gaan begrijpen en steeds scherper een keuze kunnen maken in techniek op basis van een ontwerpkeuze en een daarbij behorende prestatie- en kostenplaatje. Dus samenvattend is er dus nog geen kennis op dit moment ik begin even opnieuw. Deze kennis is op dit moment dus nog niet voldoende voorhanden. En er is dus nog geen onderscheid te maken in het rendement tussen stoffen en tussen technieken en daarbij behorende kosten. Daarom zijn we teruggevallen op het STOWA-rapport wat in 2015 is opgesteld. En hebben we voor nu gerekend met één rendement, dat is die 80% die rechts onderin staat, voor een groep van stoffen bij één set van ontwerpcriteria voor drie bewezen technieken die links staan. Ozon, PAC en GAC bij een set ontwerpcriteria en de daarbij behorende kosten. Waarom hebben we voor dit STOA-rapport gekozen en niet eentje die 2 jaar later is opgesteld? In dit STOA-rapport is ook nog gekeken naar een rendement van 90% en de daarbij behorende ontwerpcriteria. Dus dat geeft nog een extra stukje gevoeligheid. En wat in dit rapport ook is meegenomen, is de gevoeligheid van de kosten op de DOC-concentratie. Standaard is uitgegaan van 11, maar er is ook gekeken naar de kosten. Dat is die tabel links onderin. En wat de kosten zijn bij 7 of 15 milligram per liter. Dat levert dan zeg maar de volgende kostencurves op. Om het plaatje te maken zoals Jeroen die heeft laten zien, heb je de euro's per kuub nodig bij een bepaald debiet. Die is voor die drie technieken gemaakt op basis van 80% en 90% rendement van de techniek zelf. Er zijn kostencurves gemaakt en die kostencurves hebben dan een bepaalde vergelijking. En die vergelijking is zeg maar weer in de tool gestopt, zodat je per debiet de jaarlijkse kosten uit kan rekenen. En deze technieken zijn bijna allemaal hydraulisch bepaald. Dus de nauwkeurigheid van deze curves is ook heel groot. Natuurlijk zijn er uiteindelijk nog wel een aantal factoren die dat rendement en die kosten beïnvloeden. Dat zijn natuurlijk de stofeigenschappen. De ene stof reageert bij een bepaalde techniek anders dan een andere stof. Dus dat is heel stofspecifiek. De DOC-concentratie is een grote invloedsfactor. Dat zie je natuurlijk ook al in de grafiek. De blauwe bolletjes zijn DOC 7. En dan liggen de kosten duidelijk lager dan als de DOC 15 is. Omdat je dan een hogere ozondosering moet toepassen. Of bij een GAC vaker van bed moet wisselen. Industriële verbindingen kunnen ook nog een rol spelen. Natuurlijk speelt je ontwerp een rol in de kosten, de keuzes die je daarin maakt. Welke dosering kies ik, welke contacttijd, welke standtijd. En in welke mate neem ik nog een stukje van mijn RWA mee om nog wat meer bijvangst te hebben. En omdat we nog geen onderscheid kunnen maken tussen stoffen, rendementen en ontwerpcriteria, kunnen we de kosten nu alleen gebruiken voor een vergelijking en vooral ook voor een optimalisatie van je ontwerp. En daar komen we dan in de volgende slide op. Je kan natuurlijk de ontwerpcurves maken zoals de tool dat voorschrijft in die stappen. Maar daarna zijn er natuurlijk nog, ook weer aan de hand van die tool, natuurlijk een aantal optimalisaties te onderzoeken. Er is een onderscheid in rek in je aanvoerpatroon. Kan je daar nog wat in doen? En kan je nog wat doen aan het rendement van je biologie? Kan je die verhogen met bijvoorbeeld PACAS? En het belangrijkste is, maar Mirabella ook al een paar keer gezegd, ga meten. Want het kan je heel veel euro's schelen op jaarbasis. Nou, de eerste is inderdaad direct in het aanvoerpatroon. Met als doel een steilere afvoercurve, zodat je meer water kan behandelen in een kleinere installatie. Nou, je krijgt een steilere afvoercurve door je piek in DWA te verlagen, door te kijken of je DWA kan afvlakken. Een belangrijk onderdeel van DWA is natuurlijk rioolvreemd water. Als je dat eraf kan halen, wordt die curve steiler en vertaalt zich dat direct terug in een kleinere installatie. En je zou kunnen kijken naar, als je een grote industriële lozer in je gebied hebt, maar die zeker 10% van je aanvoer bepaalt. Of je hebt een grote centrale slipgisting met veel reactiewater, of je die kan bufferen. En je kan nog kijken naar inderdaad waterbesparingsmaatregelen, zodat er minder water naar de zuivering wordt afgevoerd en die curve steiler wordt. Volgende. De volgende is dan inderdaad die blauwe lijn die in dit plaatje staat. En wat zijn de opties om die nog te verhogen? Dat is in deze grafiek aangegeven met op de x-as weer de ontwerpcapaciteit van de nabehandeling en op de y-as het percentage verwijderde medicijnvracht. Hier is nog aangegeven PACAS, het basisrendement van de AT op 10%. Wat wordt het rendement bij PACAS dosering van 10 milligram per liter? En bij een PACAS dosering van 25 milligram per liter. En dan zie je dat het gewoon enorm scheelt. Als je even weer uitgaan van die 70%. Bij een basisrendement met PACAS 25 van bijna 50%. Wordt je nabehandelingsinstallatie iets meer dan 2200 kub. Ga je uit van een basisrendement van 10%, ja, dan wordt die zuivering, die nabehandelingsinstallatie bijna 4900 kub per uur. Dat groene bolletje van die 30% met PACAS 10 milligram per liter zou natuurlijk ook best al je basisrendement kunnen zijn. Of het ligt ergens tussen die 10 en 30. Dus de moraal van het verhaal is: ga vooral meten, omdat dit inderdaad aanzienlijk kan schelen in de omvang van je installatie. En wat dit plaatje ook laat zien is dat je kan overwegen om je rendement in je AT wat op te krikken door in meer of mindere mate PACAS te doseren. Dit is even geïllustreerd aan het voorbeeld van Eindhoven. Door te kijken, en dat deze mogelijkheid bestaat ook in de tool om dit te doen. Dus de kosten van PACAS zijn ook in de tool opgenomen. De eerste balk laat zien wat de jaarlijkse kosten zijn als het rendement van de AT 10% is. Als het rendement van de AT 32% is, door een klein beetje PACAS te doseren, dan scheelt je dat ongeveer 2 ton op jaarbasis. En weet je het rendement van je AT met PACAS nog verder op te krikken. Met een wat hogere PACAS dosering, dan scheelt je dat dus op jaarbasis 6 ton per jaar. Nu hoort hier nog wel een disclaimer bij, omdat we natuurlijk nog maar beperkt resultaat hebben van PACAS-metingen. PACAS is pas op 1 zuivering uitgebreid onderzocht en bemeten. Ook hier is er dan, net als voor de nabehandeling, nog onvoldoende inzicht in de relatie tussen ontwerp, dosering van PAC, de prestatie en de daarbij behorende kosten. En wat nu nog niet is meegenomen is de invloed van de slip-eindverwerking. De invloed van PACAS in de slip op de slip-eindverwerking. Dat is een ander lopend STOWA-project waar we dat meer in beeld gaan brengen. Niet zozeer in euro's, maar aangeven dat op het moment dat je PAC in slip hebt, voeg je verbrandingscapaciteit toe aan je slip. En als je een monoverbranding hebt, dan kost dat daar een stukje capaciteit en wordt de kosten per ton slip wat hoger. Maar neem het in ieder geval mee in je overwegingen en het kan in de tool om hier eens even mee te spelen. Uiteindelijk als je dan dat hele ontwerpproces doorgelopen bent, je hebt gekeken naar welke optimalisaties erin zitten, dan ben je er natuurlijk nog niet. Dan zijn er nog een aantal andere belangrijke keuzes te maken. En je wil altijd nog een stukje reserve in je installatie meenemen. Belangrijk is wel, en dat laat dit project denk ik ook vooral zien, waak ervoor dat je niet reserve op reserve bouwt. Een stukje reserve op je rendement van je AT kan ook al zitten in het stukje reserve dat je meeneemt hydraulisch. Neem in ieder geval ook in ogenschouw over de levensduur van je installatie. Toekomstige ontwikkelingen, zoals groei en krimp in de aanvoer. Het aandeel riool vreemd water wat zou kunnen reduceren of toenemen. En mogelijk veranderen in de toekomst de wens om bepaalde stoffen te verwijderen en welk rendement daarbij nodig is. En natuurlijk, maar dat wordt in de chat ook al een beetje aangegeven, spelen er veel meer factoren nog een rol dan alleen kosten. Dat is ook de productie van bijproducten, dat speelt vooral bij ozon. Duurzaamheid speelt vooral bij kool een rol. Chemicaliën verbruik linkt daar natuurlijk ook aan. En het werken met bijvoorbeeld ozon brengt ook wat andere veiligheidsaspecten met zich mee. Zo zijn er waarschijnlijk nog wel meer aspecten te noemen die een rol spelen bij de keuze voor een bepaalde nabehandelingstechniek en de omvang daarvan. Komen we denk ik naar de conclusies, Jeroen? Ja, samenvattend denk ik, het ontwerp volgt uit het basisrendement van je actief slib. Je aanvoerpatroon, die inderdaad, en deze twee zijn echt locatiespecifiek. En daarbij is elke installatie weer uniek. Rendement per techniek en vooral ook je ambitie, hij is niet voor niks rood gekleurd. De tool geeft inderdaad snel inzicht. Je kan, als je de debietgegevens van in ieder geval een jaar, en als je serieus wil gaan ontwerpen 3 jaar, geeft gewoon heel snel inzicht in wat de bandbreedte wordt van je ontwerp. En de plaatjes hebben laten zien dat voor sommige zuiveringen minder nodig is dan 1,6 keer de DWA en dus een forse besparing mogelijk is. Volgens mij was dat hem. Ellen, dank. Mirabella en Jeroen, dit is het moment voor de vragen, lijkt mij. Ja, dit is het moment voor de vragen. Oké. Ik begin even van achter naar voren. En als ik zaken vergeet, beste mensen, spring erin. Maar ik heb een beetje mee zitten schrijven. Levin die heeft de vraag gesteld. Weten we waarom de ene RWCT meer verwijdert dan de andere? En ik begin met hem zelf te beantwoorden. Heel beperkt. En dat is voor een deel, komt dat door de monsternamen. Want die is... dat is het verhaal van het onderdeel waar Mirabella een nadruk op gelegd heeft. De conclusies dat een zuivering het beter of slechter zou doen, is vaak gebaseerd op slechte monsternamen. En als je door de week heen dynamiek hebt in je aanvoerpatroon en op maandag meer of minder water of meer of minder medicijnen op je zuivering hebt en je gaat op dinsdag een monster nemen, je neemt op maandag een monster van je influent en ook op maandag een monster van je effluent, is daarmee eigenlijk je effluent eerder van zondag dan van maandag en krijg je foute getallen, lelijke getallen. En met het protocol wat er nu aan zit te komen van onder andere ILO, nemen we daar een voorschot op. Houd rekening met die verblijfswet op die zuivering. Maar daarnaast is er, dat is puur het monsternaam, maar voor de rest zal aanvoerpatroon, temperatuur van de zuivering hebben we gezien. In Rijn-Oost was er één zuivering bij met een melkfabriek met hoge temperaturen en waarschijnlijk nog wat andere restspullen van de melkfabriek. En die had beduidend hogere verwijderingsrendementen dan de andere. Maar de conclusie om die te trekken moet je heel voorzichtig mee zijn. Je moet dan nette getallen hebben, anders zit je heel snel... conclusies te trekken die je eigenlijk niet mag trekken. Meten. Dat is denk ik wel het credo wat hiervan overblijft. Er was een vraag over Jeroen, denk ik, aan Jeroen. Hoe kom je van het hydraulisch aanvoerpatroon naar het aanvoerpatroon van de stoffen, van de medicijnen? Want dat is wel een belangrijke stap. Dat heb ik vrij kort gezegd. Daarvoor gebruik je eigenlijk een influent model wat rekening houdt met verdunning bij neerslag. Dus bij DWA neem je aan dat het altijd 100% is. Dus 1 Ook al weten we dat, wat Bert net zegt, op zondag is er misschien, zijn de bedrijven uit en is de concentratie medicijnen hoger dan op maandag. Als de bedrijven ook meegaan en je dus netto verdunning hebt. Maar dat is een verfijning, die kennen we nu niet. Dus de aanname is nu van, joh, bij DWA is die altijd 100%. Dat is ook de reden, dat hebben we nog niet benadrukt, dat we vinden dat je niet kleiner moet gaan ontwerpen dan de 24 uur gemiddelde DWA. Want dan gaat de variatie tijdens DWA ook een rol spelen. Dus kleiner dan dat moet je eigenlijk niet doen. En als het regent, dan neemt de tool eigenlijk mee van, nou, wat is de verdunning tijdens zo'n bui? En dan ga je uit van het gemeentedebiet bij de zuivering. En in feite zeg je dan van, nou, hoeveel debiet ik extra heb, zoveel is de verdunning ook. En dan behandel je natuurlijk nog steeds een deel, hè, bijvoorbeeld de DWA-capaciteit. En dat wat meer is, gaat daar langs. En dan neem je dus met de verdunning mee hoeveel je dan dus niet behandelt. Dus eigenlijk wat de tool uitrekent, is de vracht die je niet behandelt. Dat is wat hij netjes optelt. Dus je rekent de concentraties terug van, nou, wat is die als het regent. En dan vervolgens kijk je hoeveel water behandel ik niet en gaat langs mijn nageschakelde techniek. En die vracht wordt bekeken, wordt dan berekend en dat is het deel wat je niet behandelt. Oké, helder. Ja, dat is lastig met dichte microfoon. Ja, of het helder is, weet je niet. Dat het helder is. Ja. Nou, misschien kan ik... Ja, wel een vraagje, want... Je kunt ook nalevering hebben, bijvoorbeeld ammonium zie je, je hebt wel verdunning, maar je hebt ook extra nalevering, meer dan dat je eigenlijk puur op basis van de DWA-voorraad had verwacht, omdat er waarschijnlijk ook wat voorraad zit in de sliplaag. En ik kan me bij medicijnen ook voorstellen dat er ook stoffen zijn die juist door resuspensie nog wat nageleverd worden. Klopt dat? Kan dat een tegenvaller geven? Het zou kunnen zijn dat het medicijnen zijn die plakken. Maar als het medicijnen zijn die plakken aan de biofilm in je riool en dus voor naleving zouden zorgen, dan worden die ook supergoed verwijderd op de zuivering. Want als ze plakken, dan ben je er al supersnel vanaf. Dus er zijn stoffen die plakken en die geven nalevering, maar die zijn niet erg, want die zijn niet bepalend. Het gaat om stoffen die opgelost zijn en die gaan gewoon door. Ja, dus gunstiger dan ammonium. Ja, want ammonium komt ook uit neerslag. Ja, en de hydrolyse van ureum naar ammonium heeft een beetje dezelfde tijdsdynamiek als verdunning bij neerslag. Dus bij ammonium speelt het zeker een rol. Bij medicijnen is het niet erg. Stefan, dat is ook gelijk. En ook de vraag van Tony. De combinatie van NMP-ontwerp en ammonium meenemen in deze dimensionering... is daarmee ook beantwoord, denk ik. Mag ik hier nog op aanvullen, Bert? Ja. Er is nog een project geweest voor Bert. Ja, Bert heeft allemaal een supergave project. En daarmee hebben we gemeten aan organische micro's, onder andere medicijnen, met fingerprinting, om te kijken van wat zit er nou in neerslag. Dus toen hebben we gebruik gemaakt van de Rijn-Oost influentmetingen van medicijnen op droge dagen. En vervolgens hebben we ook op een hoop regendagen gemeten aan de influentvracht aan medicijnen. En die was exact hetzelfde. Dus je hebt een hoop extra regenwater, maar de influentvracht die veranderde niet. Wat dus ook laat zien dat die nalevering geen grote rol speelt en dat het gewoon veilig met verdunning kan. Je zag daarin ook dat dat voor normale parameters, zoals CZV, fosfaat, metalen, PACAS, daar kan dat niet voor. Want dan speelt die nalevering wel een rol. En het rapport is 2020-04. Even kijken. Bert. Ja, ga je gang. Ja, mijn vraag over NMP is toch een andere. Die is, meer gerelateerd aan voor NMP. Hanteer je andere ontwerpuitgangspunten mogelijk dan hier. Dus hoe ga je daarmee om op het moment dat je synergie wil creëren? Door je nageschakelde techniek voor NMP... en met name voor N te gaan combineren met iets voor nieuwe stoffen. Mag ik deze parkeren tot straks bij de tool? Want daar zit hij namelijk in het voorbeeld. Prima. Even kijken, ik had nog een vraag over rendement. En dat daar is in het rapport wordt dat netter toegelicht, uitgebreider toegelicht dan in de presentatie. Rendement is vrachtrendement, toch Jeroen? Altijd. Ja. Ja. Vervolgens moet je voor jezelf bedenken, hey, wil ik een vrachtreductie, en dat is een vracht op de zuivering. Wil ik een vrachtreductie op de Maas of wil ik een bepaalde concentratie halen in mijn oppervlaktewater waar ik op loos? Maar dat is een vraag die je samen met je oppervlaktewatermensen, collega's zult moeten beantwoorden. Okay, verdunningsommetjes enzovoort. De rendementen die we hier bespreken zijn rendementen tussen influent en effluent op de zuivering. Dan blijft wel, ik weet niet, Jeroen, kun jij dat het plaatje met de rode pijlen, begin van het verhaal van Mirabella, eventjes naar voren halen? Ja hoor. Waar je monstert met de regenwater bypass enzovoort. Ja. Dit is wel een heel relevant plaatje en we hebben hier een stuk of 3, 4 varianten van. Ellen heeft die eerder gebruikt in presentaties. Je kan na je behandelen, er wordt hierbij totaal effluent gemeten. Je kan, ik meen dat voor de bijdrageregeling moet je naar de nabehandeling meten. Als je wil weten, en die bypass op van het regenwater staat er nu op één eenduidig punt in. En ik meen te weten dat dat lang niet altijd het geval is. En je hebt nu een heel eenduidig lozingspunt. Als je concentratieverlaging of vrachtverlaging in je ontvangen oppervlaktewater wil hebben, is dat heel erg relevant. Waar ga je nou, dat is best Gerard, om bij het pijltje wat Jeroen nu aanwijst na mijn nabehandeling te meten, want dat is leuk voor de bijdrageregeling. Maar ik had een ambitie die ging over concentratieverlaging in mijn oppervlaktewater. Nou, dit is er is geen eenduidige oplossing voor. Ook de biologische monitoring gaat over totaal effluent. De biologische monitoring waar mijn collega Bas van der Wal mee bezig is, gaat over totaal effluent en het effect op oppervlaktewater. Ja, zeg het maar. Dit is lastig en geen eenduidige oplossing voor. En je moet dus zelf bedenken, wat zijn mijn ambities? Waar ga ik meten? Wat zegt mijn monster over wat ik wil weten? Enzovoort, enzovoort. Ja, en misschien Bert kan ik even het rapport en deze tool. Misschien kan je het pijltje achterna behandelingen zetten, Jeroen. Daar zijn we wel uitgegaan van dat monsterpunt. Hè? Want je voert je influentdebieten in. En dan heb je het monsterpunt na je nabehandeling. En dan rekent hij het jaarrendement, zoals het in de rode pijlen staat, rekent hij uit. Ja. Hè? Dus dat was even voor dit rapport, hebben we hem zo gekozen. Ja. In het rapport staan verschillende monsternamepunten die je kan kiezen. En inderdaad, als jij geïnteresseerd bent in de concentratie, in je totale effluent, zul je daar ook moeten meten. Alleen voor dit rapport hebben we dan even aangesloten bij de bijdrageregeling dat als je daar meet, dat je dan die gegevens ook kan gebruiken. Helder. Komt nog een vraag binnen over de microplastics. Nee, daar is geen rekening mee gehouden. Om het maar even actueel te houden, ook met pathogenen is geen rekening gehouden. Dit gaat over het nabehandelen van medicijnresten. En wel is dezelfde manier van werken en denken en dimensioneren bruikbaar voor welke stof dan ook, welke stofstroom dan ook. Die driehoek die Ellen liet zien in haar deel van de presentatie, die kan je gebruiken voor iedere verontreiniging, voor alles wat je eruit zou willen halen. Alleen zijn het andere stoffen met andere karakteristieken, andere spreiding in de tijd, andere aanvoerpatronen, andere behandeling enzovoort. Dus daar is dit is geen copy-paste. Even ter aanvulling op die microplastics. Een belangrijk deel van de microplastics komen ook uit afstromende neerslag, al was het maar bandenslijpsel en andere zaken. Dus dat komt via een andere route binnen. Daar moet je dus een heel ander model voor gebruiken. Dus dat kun je er echt niet voor gebruiken. Helder. Even denken, even mijn lijstje aflopen hoor. Rendement. Volgens mij zijn we aardig door de vragen heen. Als ik iemands vraag vergeten ben, dan is het nu het moment om er even in te springen. Gelijk maar met je microfoon, want heel veel zal ik niet hebben laten liggen. Voor de pathogenen moet je al je water behandelen. Dat hangt ervan af, Maarten. Dat klopt. Waarschijnlijk zul je al je water moeten behandelen. Maar je krijgt dan echt met aanvoerpatronen, met regenweer en zo. Dat wordt een best wel ander verhaal. Ja, ik heb nog wel een vraag over dat, of je die tool, of je die kunt kalibreren, die aanvoer van die medicijnresten. Door bijvoorbeeld te meten in het influent. En dan die vrachten die meet te vergelijken met wat die tool voorspelt aan vracht. De tool voorspelt geen, voor de goede orde Tony, de tool voorspelt geen vracht. De tool voorspelt het percentage verwijdering. Dus we nemen geen gemeten concentratie mee, want dat is bij elke zuivering anders. Maar wat we meenemen, en dat is heel goed te zien op het plaatje wat je hier ziet. We nemen aan welk rendement de nabehandeling heeft, welk rendement het actief slib heeft en welk deel van het volume je niet behandelt. Dus dat zijn allemaal percentages. Dus we rekenen geen kilo's uit, want dat kan ook niet. Kun je nog iets dan met bijvoorbeeld je aandeel industriewater en je aandeel huishoudelijk afvalwater, om die tool wat bij te stellen? Nee. En in feite, Tony, dat zit in je ambitie. Want als jij een zuivering hebt die voor 50% uit industriewater bestaat, dan is de effluent concentratie aan medicijnresten al 50% van wat die normaal gesproken is. Dus dat zit in stap 0. Hoeveel moet er af? Nou ja, bij een zuivering die, stel je voor dat die voor 50% uit industriewater bestaat, dan hoeft daar minder af. Ja, als het om medicijnen gaat. Ja, oké. Ja, dus ja, de ambitie verandert niet als er minder kilo's binnenkomen. Dat is eigenlijk wat je zegt. Er moet gewoon zoveel van die kilo's af. Precies, precies. En hoeveel er af moet, dat bepaalt het bestuur uiteindelijk. Beste mensen, omwille van de tijd en de vragen drogen aardig op. En dit zal niet de enige keer zijn dat we het over dit onderwerp hebben. Korte pauze nu, even een kopje koffie, kopje thee halen naar de wc en dan neemt Jeroen ons mee in de Excel-tool met een voorbeeld wat aangedragen is door welk waterschap, Jeroen? Vallei en Veluwe en Stichtse Rijnlanden. Okay. Dus ik heb er twee. Kopje koffie, kopje thee en over maximaal 5 minuten gaan we aan de slag. Oké, tot zo. Tot zo. Zijn we er weer? Dat is moeilijk te verifiëren. Hè? We wachten nog een half minuutje, Jeroen, en dan gaan we weer verder. Oké. Okay. We gaan aan de slag. We zijn er weer. Ja. Ben jij er ook, Mirabella? Hoi. Ja, nou, als jullie drie er zijn, zijn de rest er ook. Oké. Zo ongeveer. Ga je gang. Mooi. Dan ga ik verder. Het hulpmiddel. Het ziet er natuurlijk niet fancy uit. We hebben gewoon iets in Excel gemaakt, omdat ten eerste iedereen daarin kan. En ten tweede dat we dan ook dingen nog makkelijk kunnen aanpassen. Als er bijvoorbeeld uit een onderzoek een nieuwe techniek komt die met lage kosten een hoog rendement haalt, dan kunnen we dat toevoegen en dan kun je er vervolgens gelijk mee aan de slag. Dat is het voordeel. Het nadeel is natuurlijk iedereen kan het kapot maken. Nou ja, als die corrupt raakt, download dan een nieuwe bij STOWA en dan kun je weer aan de slag. Want we hebben hem dus niet foolproof gemaakt. Alles is open zodat iedereen alles kan zien. En wat zit er dan in die tool? Nou, het eerste blad is de leeswijzer. Zodat je, want Excel is altijd super onoverzichtelijk, vind ik zelf. Dus we hebben een leeswijzer erin gedaan waarin we uitleggen wat er allemaal in zit. Nou, het belangrijkste blad is de invoersheet. En in de invoersheet mag je alleen aan de groene vakjes komen. Je mag niet aan de andere vakjes klooien. Dan gaat het mis. Je moet ook geen dingen inserten of zo, gewoon copy-paste. Dat is wat je daar mag doen. Dan is er een heel stel grafieken. En dat zijn exact dezelfde grafieken als we net in de presentatie hebben gebruikt. Alleen dan voor jouw eigen zuivering. En die kan je dan gewoon kopiëren en in een rapport plakken. Dat is super handig. We hebben een sheet waarin rekenresultaten worden verzameld. En dat is de basis voor de grafieken. De grafieken geven maar een deel van alles. Hè, bijvoorbeeld er zitten grafieken met de DOC van 11 en van 7. Maar hij is er ook van 15. Dus de resultaten, dus wat hij berekent op veel meer varianten dan dat het zinvol is om te plotten. Maar als je het zou willen, dan kun je ze daar ophalen. Het hart van het hulpmiddel is deze sheet, berekening dynamiek effluent. En wat die sheet eigenlijk doet, is wat ik net zei, hè, je komt met je debietrex, kom je erin. En vervolgens gaat hij per systeemonderdeel, loopt hij daar doorheen. En dan neemt hij aan dat in een persleiding dat daar propstroom is. Nou, dat klopt wel goed. In de voorbezinktank ook, als het mee zit. De actief-slibtank wordt verondersteld dat die volledig gemengd is. En de nabezinktank wordt weer verondersteld dat die propstroom is. Om op die manier zeg maar de stroom van verdund water bij buien netjes door het hele systeem te berekenen. Want als het droog is, dan neem je altijd aan dat het 100% is. En als het dan regent, dan wordt dat dus minder en dan wil je ook zien hoe dat er doorheen gaat. Dan is er een sheet met kostenkentallen. Nou, als er natuurlijk STOWA-onderzoeken zijn geweest met nieuwe resultaten, kunnen die zo worden geüpdate. Je zou zelfs je eigen getallen erin kunnen typen. En dit is eigenlijk alles wat je nodig hebt. Alleen tijdens het project bleek dat enkele BC-leden zeiden, nou, wij willen ook de DWA-curve hebben. Om daar grip op te hebben, dus doe dat er maar eens bij. Dus hij maakt geen deel uit van de berekening, maar het is wel handig dat je voor je eigen zuivering kan zien, hey, wat is mijn DWA-curve en hoe verhoudt zich dat tot het theoretische DWA-getal waar ik tot nu toe mee werkte. Dus dat is eigenlijk wat er allemaal in zit. Nou, de infosheet ziet er zo uit, super simpel. Dus je moet voor de vier belangrijke systeemonderdelen die een rol kunnen spelen, vul je in hoeveel kuub het is. Heb je het niet, heb je bijvoorbeeld geen voorbezinktank, vul je gewoon 0 in. En voor je actief slip en je nabezinktank vul je dat dan ook in. Het rendement voor je micro's, dat is dus het rendement wat je netjes moet meten zoals Mirabella aangeeft. Ja, en daar vul je 1 rendement in. En dat is in feite het maatgevend rendement. Dus als jij de 11 gidsstoffen meet en je zegt ik neem het van 7... volgens de bijdrageregeling moeten ze alle 7 voldoen. Dus eigenlijk de slechtste van die 7, dat is de waarde. Nou, dan kun je hier dat getal invullen. Maar je mag ook, als je op een andere manier het beoordeelt, bijvoorbeeld op het gemiddelde van de 11, vul je het gemiddelde van de 11 in. Dat is afhankelijk van je eigen manier van werken. Hier vul je je ontwerp DWA in. Die wordt niet gebruikt in de berekeningen, maar die is alleen om te vergelijken in de DWA-curve. Vervolgens vul je in het DOC-gehalte in het effluent. Is dat 7, heb je geluk, of is dat 15, dan wordt het een dure grap. 7, 11 en 15 is voorgeprogrammeerd. Als je andere getallen invult, dan gaat het niet goed. Vervolgens kun je kiezen of je een PACAS-dosering doet, ja of nee. En als je dan een PACAS-dosering doet, dan mag je ook nog de dosering kiezen. En de range die komt overeen met het onderzoek wat gedaan is. En binnen die range interpoleert hij netjes. Dus je kan ook 11 doen of 13 of 15. Dat mag allemaal. Daar kun je alles doen wat je wil als het maar tussen de 10 en de 25 zit. Anders dan gaat het ook niet goed. En dan vervolgens hieronder een debietreeks. En in principe moet dat een jaar zijn. Dus dat zijn dan 8640 getallen van een uur. Als je een mooie DWA-curve wil hebben, moet je zorgen dat hij op 00 uur begint. Want hij corrigeert daar niet voor. Dus hij gebruikt gewoon de getallen veronderstellend dat het de eerste tijdstap 0 is. Als je de getallen ingooit die bijvoorbeeld om 7 uur 's ochtends beginnen, dan is je curve gewoon 7 uur verschoven. De getallen kloppen dan wel, alleen het is niet mooi. Dus dat is even, daar moet je op letten. Dus dat is de invoer en dat is waar je dus in principe mee werkt. Nou, dan komen de grafieken die we ook al hebben behandeld. Daar ga ik nu even niet erg op in. En dit is de grafiek met de kosten, waarbij afhankelijk van de ambitie krijg je bepaalde kosten. Hè? Dus bij 65% hoeft die niet zo groot, is die een beetje goedkoop. Heb ik 70% rendement wil ik hebben, dan wordt het wat duurder. En dan zie je dat GAC is veel duurder dan ozon bijvoorbeeld. Zo zit dat in die grafieken. Nou ja, het leuke is natuurlijk van, het is allemaal het hulpmiddel zoals het in het rapport zit. We waren ook benieuwd, hoe werkt dit nou in het echt? En in het echt, nou, we hebben jullie afgelopen maandag volgens mij een mailtje gestuurd of dinsdag van, doe ons een voorbeeld. Omdat we wilden zien, kan dat op korte termijn en makkelijk? Nou, 2 voorbeelden hebben we gehad, Nieuwegein en Ede. En die hebben we verwerkt en dat kostte ongeveer 20 minuten per case. Dus valt echt super mee om dat te doen. Dus die voorbeelden loop ik even door, wat daar leuke dingen uit zijn. En dan link ik door naar de Excel-file om jullie te laten zien hoe je van de ene tabblad naar het andere kan. En dus bijvoorbeeld kan spelen met de getallen. Nou, in Nieuwegein, hoe krijg je de kenmerken aangeleverd? Zo, hè, uit zo'n knipsel. Mooie luchtfoto met alle belangrijke getallen. Dan zoom je in op de getallen en dan zit daar bijvoorbeeld de inhoud van de actief sliptank zit er netjes in als kubus. Maar voor de nabezinktanks moet je nog even uitrekenen wat dat is, want er staat dan alleen de diameter. Maar dat is, nou, daar ben je natuurlijk ook zo uit. En dan heb je netjes de kubus die je moet hebben. Nou, dat heb ik vervolgens hier ingevuld. Alle getallen die ik heb gehad van de persleiding, voorbezinktank, actief slip, nabezinktank. Het rendement actief slip 10% laten staan, want er waren geen metingen. Deze heb ik niet ingevuld en ik heb de debietreeks er gewoon ingeplakt die ik had gekregen. En vervolgens kreeg ik dit als resultaat. Nou, dat is natuurlijk bedroevend, omdat je wil zo'n grafiek hebben die zo'n mooie boog is naar 70, 80% en dat je dan het kan aflezen. En deze gaat naar 0. Dus toen dacht ik van, heb ik hem nou stuk gemaakt? Of wat is er aan de hand? Nou, wat bleek? In de aangeleverde debietreeks zaten een paar nullen. Dus waarden die corrupt waren of niet beschikbaar. En als je zo'n nul hebt, dan werkt die dus niet. Dus dat betekent dat je even je data moet poetsen. De nullen vervangen door een getal. Bijvoorbeeld de waarde van het uur daarvoor. Als dat weinig missende getallen zijn, dan mag dat wel. En als je dat hebt, nou, dan krijg je keurig netjes de grafiek. Dus na het oppoetsen is dit de ontwerpgrafiek voor Nieuwegein. Waarbij je bijvoorbeeld ziet, stel je voor dat je 70% wil hebben. Nou, dan kun je met een techniek die 90% rendement haalt, is de 24 uur gemiddelde DWA al prima. En dat is dus flink kleiner dan die 1,66 keer. Dat is dus in dit geval niet nodig. Dus dat was, en dit krijg je dan ook, het DWA-patroon. Met daarin een hoop gangbare lijnen. Die is ook even doorlopen. Nou, dit is natuurlijk gewoon de tijd. Deze stippellijn is het 24 uur DWA gemiddeld. Deze getrokken zwarte lijn, dat is de 16 uur blok. Wordt ook regelmatig gebruikt als waarde. Dan doe je alsof de DWA in 16 uur komt in plaats van 24. Deze paarse lijn, dat is de DWA max uit de metingen. En dan is die blauwe lijn, dat is de DWA-ontwerppiek zoals die in veel STOWA-rapporten wordt aangehouden. En dat is 1,15 keer die DWA max. En dan zijn er drie bewegende lijnen. De rode lijn, dat is de gemiddelde DWA-curve. Nou, die is bepaald door op elk uur van de dag, elke uur van een DWA-dag, de gemiddelde te nemen. En dan heb je nog de 10 percentiel en de 90 percentiel waarde. En dat geeft eigenlijk de bandbreedte van de DWA aan op de bandbreedte die erin zit, want de ene DWA-dag is de andere niet. En dan zie je dat uiteindelijk de 90 percentiel waarde, een waarde die we in de riolering vaak gebruiken, of die je vaak gebruikt als je een matrix hebt, dan pak je de 90 percentiel van de DWA-uren als maatgevend. Nou, dat blijkt heel goed te kloppen op de piekfactor die normaal gesproken ook wordt gebruikt. Ik zie als vraag hoe de DWA van RWA onderscheiden. Dat is in dit geval, kijk, je kan er neerslag bij zetten, maar dan zit je weer met welke neerslagmeter als het een heel groot intrekgebied is. Dus ik heb het nu zo gedaan dat het helemaal foolproof is. Dus alleen op basis van de meetreeks, van een uur of uurdebieten. Wat ik dan heb gedaan is dat ik daar dagsommen van maak. En uit de dagsommen pak ik dan de 40 percentielwaarde of 50 percentielwaarde, 40 percentielwaarde. En dan zeg ik dan, nou, dat is een dag waarop het zeker nog DWA was. En die dagen beschouw je dan als zijn de DWA-dagen. En die gebruik je dan vervolgens om die curves uit te halen. Hij is er niet heel gevoelig voor. Als je 50 percentiel doet of 55 of 35, dan kom je op ongeveer hetzelfde uit. Als je 70 of 80 gaat nemen, dan pak je ook RWA-dagen. Dus dat is hoe dit werkt. Nou, het voorbeeld van Ede. Je zag van Nieuwegein kreeg ik het op deze manier aan. In Ede kreeg ik het op deze manier aan. Werkte ook prima. Een paar getallen gegeven als kubus. En de rest is IBZP, het basiszuiveringsplan, die bladzijde. Werkte prima. Je bent even aan het bladeren, maar dan heb je hem. Dus hier weer hetzelfde ingevuld. Groot verschil met Nieuwegein is dat in Ede wel is gemeten, want dat zat in Rijn-Oost. Daar is het rendement op basis van de 11-stoffen 18%, op basis van de 7-stoffen 30%. En dat verschil zal ik zo laten zien. Dat werkt wel door. En ook hier had ik weer de uurdebieten erin geplakt. En weer hetzelfde geval als in Nieuwegein. Geen ontwerpgrafiek, weer mislukt. En jawel, zoeken in de data laat zien dat er weer een hoop nullen in zaten. Dus als je die jaarreeks pakt, kijk even van tevoren. Want anders dan is het een frustrerende aangelegenheid als je in de tool zit. En dan ga ik nu naar de Excel-file, dus ik hoop dat dat lukt. Ik zal even kijken naar die vragen. Die zitten in de chat, hè? Even kijken. Ja, je maakt de DWA op basis van een jaarreeks. En de vraag daarvoor, DWA-grafieken bijbehorende bieten, ja, die heb ik zo meteen. Die is er nu ook bijgevoegd. Dus je kunt zowel piekfactoren als gewoon kubus per uur grafieken hebben. Ja, stel maar even een vraag tussendoor en dan ga ik daarna verder. Ja, je moet dus toch wel even wat datavoorbewerking doen, want je kunt niet zonder meer je debietreeks erin stoppen. Je moet dan wel de RWA eruit halen, toch? Begrijp ik? Nee, zeker niet. Nee. Oh, oké. Nee, ik heb het juist zo gemaakt dat je dat erin kan plakken en dat hij dan zelf bepaalt wat was mijn droge dag. Aha. Prima. En, dat scheelt. Nee, je hoeft helemaal niks voor te bereiden, alleen de nullen eruit. Ja, dus even interpoleren waar dat nodig is. Ja. En voor de rest. Thanks. Nee, en voor de rest doet hij dat helemaal vanzelf. Keurig, bedankt. Dat is fijn. Ja, nu zit ik dus in de tool. Hè? Dus wat ik dus straks liet zien. Dit is de leeswijzer. Dan heb je de invoersheet. In dit geval voor Ede met de getallen die daarbij horen. Dan heb je al de tabbladen met grafieken. Maar die ga ik nu nog niet door. Ik wil eerst naar de berekening toe. De berekening die pakt dus de debieten uit die eerste sheet. En die verwerkt ze. Dus dit zijn de debieten uit de eerste sheet. Hè. Dus hier, daar verwijst hij naar. En wat hij dan doet is eerst uitrekenen wat is de concentratie in dat water wat aankomt van medicijnen. Nou, hij is dus 1 of 100% als het DWA is. Zijn het grotere getallen. Boven de grens voor DWA, die hij dus zelf automatisch bepaalt, dan zie je dat hij gaat verdunnen. Dan wordt dat ineens 0,69 bijvoorbeeld. Dus hij berekent die verdunning dan zelf. En daarmee ga je vervolgens je tool door. Dan is de eerste stap hier dat hij de concentratie aan het eind van de persleiding uitrekent. Nou ja, hij veronderstelt dat de persleiding op tijdstap 0 helemaal vol zit met afvalwater. Dus dan zie je allemaal enen. En die verdunning die ik net liet zien, die komt dan pas na een tijdje. Oh, dat is een heel tijdje, een hele grote persleiding. Dan komt hij daarna en er staat 0, maar dat is... Hij rondt het af. Dus dan komt die verdunning, pas na een hele tijd komt die door. Want dat is het propstroomeffect van de persleiding. Nou, datzelfde gebeurt bij de voorbezinktank. Dan veronderstel je ook aan het begin dat er DWA in zit... Maar dat is natuurlijk na een jaar is dat niet meer zo belangrijk, die eerste aanname. Dan voor het actief slib neem je aan dat die helemaal gemengd is. Dus dat is een iets gecompliceerder sommetje. Dus daarom heb ik ook meer kolommen nodig gehad om dat te berekenen. En dan vervolgens de nabezinktank neem je weer propstroom aan. En dan geeft hij dus in kolom I, dus je bent een heel stuk verder, geeft hij eigenlijk de verdunningsreeks zoals die... is aan het eind van de zuivering. Dus daar zit helemaal het effect van opmenging en alles tijdens neerslag zit daarin. Dan staat er nog een kolom achter die zegt is het DWA of niet. Dat heb je al eerder bepaald, maar die heb je dan hier nog een keer. En dan gaat hij doen wat ik dus straks vertelde. Stel dat je een DWA-factor hebt van 1,5. Dus ik ontwerp op 1,5 keer DWA. Nou, dan gaat er al bij DWA gaat er al water langs. En dan berekent hij hier dus, zeg maar... Een hoeveelheid die dan niet behandeld wordt. Dus wat hij vervolgens in al deze kolommen uitrekent, is wat wordt er niet behandeld. Dus je ziet als je al heel klein dimensioneert, nou ja, bij DWA wordt het dan niet behandeld. Is de DWA-factor 0,75, oh ja, dan kon hij dat al wel hebben en zo gaat dat door. En dan kun je dat uiteindelijk sommeren, wat is niet behandeld. En dan kun je hier berekenen, wat is de jaarfactor medicijnen die ik wel heb behandeld. En dit is dan de basis voor die ontwerpgrafieken die er dan verderop in zitten. Dus je kunt per stap prima zien hoe het zit. En het werkt eigenlijk super simpel. Hierachter zit een sheet waarbij je de DWA-curve netjes berekent. Dus daar zitten de DWA-metingen in. En vervolgens rekent hij dat terug naar allemaal DWA-factoren. Dus dan krijg je deze grafiek met... piekfactoren die leuk zijn om zuiveringen te vergelijken. En deze grafiek, die heb ik vanmorgen gemaakt omdat ik dacht die gaat iemand toch willen hebben. Is de grafiek met gewoon de kubus per uur. Dus dit is het voorbeeld Ede waarin de theoretische DWA op dit moment bijna 2000 is. En als je naar de metingen kijkt, dan zie je dat dat daar een stuk onder zit. Dat is ook logisch, want die ontwerp-DWA, dat is natuurlijk ook hier een veilige waarde. Maar als je scherp wilt dimensioneren, dan kun je daar dus, zit daar dus al een deel van de winst door metingen te gebruiken in plaats van een ontwerpgetal op basis van bijvoorbeeld 12 liter per inwoner per uur en de vergunde waarde voor de industrie. Dus dat zit erin. En de laatste sheet, dat zijn de kostenkentallen. En dat zijn dus de kostenkentallen die die berekent. Ellen liet een grafiekje zien met 3 punten. En hierin zit eigenlijk een hele tabelfunctie waarbij die ook alle tussenliggende debieten heeft staan. En uiteindelijk met een lookup functie zoekt hij hierin op wat de kosten per behandelde kuub zijn. En uiteindelijk, omdat je ook de behandelde volumes kent, kun je dan de kosten uitrekenen. Nou ja, dit zijn dus de resultaten die je dan krijgt. Dit is de ontwerpgrafiek waarop de x-as de kuub staan. Dus dan kun je het aflezen als je 70% zou willen hebben, hoe groot die moet worden. Dit is de ontwerpgrafiek gerelateerd aan de gemiddelde DWA. En dat is als je het wil vergelijken van verschillende zuiveringen of met elkaar. Van hoe groot zit ik relatief, daar is dat een handige grafiek voor. En dit zijn weer die kostengrafieken. Nou, als je nou zegt van, hey, ik vind het toch fijn om niet 18% te pakken op basis van 11 gidsstoffen, maar ik pak het rendement op 7, want ik wil maximaal profijt hebben. Dan verander je hier gewoon 30%, maak je ervan. En dan klik je op de grafiek en dan zie je hem veranderen. He, dan gaat hij naar 30% en dan kun je dus al een stuk kleiner gaan bouwen dan dat je zou doen als het nog 18% was. Nou ja, op deze manier kun je dus heel makkelijk, he, je gaat terug naar je infosheet en je denkt van, oh ja, wat nou als ik niet had gemeten, dan was het 10%. Nou, en dan ga je terug naar je grafiek en dan zie je dat je dan echt heel veel groter moet bouwen. En dan wordt die 2000, terwijl het was die ongeveer 1000. Dus op die manier kun je zelf supersnel heen en weer vergelijkingen maken van hoe groot moet het worden. En uiteraard ook vergelijkingen maken van de kosten, want die gaan ook iedere keer mee. En nou, dan kun je in je rapport plakken of je kopieert de waarde en dan kun je daarmee werken. Dus dit is eigenlijk wat ik hiervan wilde laten zien. En ik ga nu in de chat kijken of er vragen bij zijn. Even kijken, ik zie nu geen vragen. Als die er zijn, kunnen die worden toegevoegd. Of anders dan geef ik het woord aan Bert voor de discussie. Dank Jeroen, zover. Iedereen kan het Excel-sheet gebruiken. Dat is, ik zet hem denk ik dadelijk, Jeroen, hij is gebruiksklaar nu toch. Jij wilde er nog een paar kleine dingetjes eruit halen, maar na afloop hiervan kan ik hem mailen naar en iedereen, neem ik aan. Ja, je krijgt zo direct de laatste versie, want wat namelijk in de laatste versie zit is deze grafiek, waarin de DWA-curve met kubus per uur staat. Oké. Dus die zit er zometeen bij en verder is het allemaal nog onveranderd. Oké. Het bijbehorende rapport komt er ook aan, maar er is de laatste versie nu van gemaakt, maar dat moet opgemaakt worden. En nog misschien de laatste bril door kritische BC-leden, daar moet ik eventjes naar kijken wat we daarmee doen. Maar dat is de 95% versie ligt er, maar moet in ieder geval de opmaak nog gepleegd worden. Dus Excel tool snel bruikbaar, achterliggende rapport komt eraan. Inmiddels druppelen er wel wat vragen binnen. De verdunning vrij verval, daar heeft Ellen al op geantwoord. Bernadette, gaat het om jaarlijkse kosten of heb je een idee van de investeringskosten? Jeroen. Dit is jaarlijkse kosten totaal. Dit zijn de kosten die uit het STOWA-rapport komen en dat zijn de kapitaallasten plus de behandelkosten en dat allemaal teruggerekend naar kubus. Dus de grafiek van de kosten die geeft je de jaarlijkse kosten in miljoenen euro. Bij kleine zuivering wordt dat natuurlijk wat minder. Oh, hier staat miljoen, het moet nog gedeeld door miljoen op de eiers hier. Dus dat is gelijk ook de vraag van Cora, denk ik. Ja, ik doe zo 1 miljoen weg en nou klopt ie. Zo, alsjeblieft. Het is dus de jaarlijkse kosten in euro's. En dat is totaal. En dat is dus, je pakt de kostenprijs per afhankelijk van de techniek heb je een kostenprijs per behandelde kuub. Die is weer afhankelijk van de ontwerpcapaciteit en dat vermenigvuldigen met het behandelde volume. Dus dit zijn de jaarlijkse kosten voor jouw zuivering, gegeven deze dimensionering. Het elegante daarvan is dat je voor een deel kun je kosten aanpassen als je al ontworpen hebt. De UV en ozon, dat zijn, of dosering van PACAS kun je nog gaande de rit aanpassen. Als je al de boel hebt liggen kun je het aanpassen. Maar je maakt van tevoren toch keuzes in techniekopties en daarmee haal je speelruimte weg. En juist door naar de jaarlijkse kosten te kijken, kijk je naar het verschil tussen je, het totaal van je kapitaallasten en kijk je niet alleen maar naar het bijsturen achteraf van bijvoorbeeld iets wat je met ozon of UV zou kunnen doen. Ja. Even kijken, Remy, bij Zuiderzeeland, AWZD zonder regenaanvoer, gaat dat goed met het bepalen van het DWA-profiel? Ja hoor, gaat prima. Dat gaat helemaal goed. Ik heb van Rien de Ridder wel begrepen dat ook zonder regenwateraanvoerder af en toe toch wel wat meer water komt dan als het regent. Maar daar heb je eigenlijk geen last van bij dit tool. Nee, want het tool is in die zin heel veilig ingesteld. Dus dat werkt gewoon. Okay. Stefan vraagt of je kapitaallasten en exploitatielasten kunt scheiden. Want dat wil het bestuur natuurlijk wel zien. Ellen, die mag jij beantwoorden. Ik denk dat dan wel een grote uitbreiding van de kostenberekening gaat worden. Dan zal je voor de kapitaalslasten een kostenfunctie op moeten zetten en voor je hulpstof en voor je energie. En feitelijk krijg je dan per debiet een kostenfunctie, kostenfunctie als functie van je debiet voor deze drie posten. Dus dan wordt er wel een fikse uitbreiding van je model. Alles kan natuurlijk, maar dan wordt hij een stukje groter en complexer van. Ja, en pas op, hè, want dat staat ook met zoveel woorden in het rapport. Op enig moment is er een aparte lijn en een aparte discussie en een apart onderzoek om alle mogelijke verwijderingstechnieken apart te bekijken. En dan kijk je inderdaad naar CO2-footprint, naar hulpstoffen, enzovoort, enzovoort. En we moeten ook oppassen, de tool kan wat dat betreft misschien wel uitgebreid worden, daar wil ik wel over nadenken. Maar dit onderzoek en dit verhaal ging over de relatie tussen influent en influent dynamiek en de combinatie daarvan in keuzes met technieken. En als we nu in dit verhaal van al die technieken, CO2-footprint en kosten helemaal uit gaan zitten pluizen, dan schieten we ons doel denk ik voorbij. Het zou wel kunnen dat je uiteindelijk tot een soort ontwerptool zou kunnen komen waarin al die zaken meegenomen worden. Maar dat weet ik niet precies wat ik op mijn hals haal als ik daar nu ja op zou zeggen. Ik ben het eens met wat Stefan nu zegt inderdaad. Ik denk dat dit een eerste stap is die een inzicht geeft in vooral bewustwording van hoeveel ruimte kan ik in de grote omvang van mijn installatie maken. Dus welk gebied behandel ik. En welke technieken liggen daar voorhanden. En op het moment dat we veel meer data hebben over relatie tussen prestatie en ontwerpinstellingen, dan kan je gaan verfijnen. Ja. Wat we ook al wel op moeten letten is dat natuurlijk overal de kosten een goede relatie hebben met hydraulisch, met kubus per uur. Maar denk bijvoorbeeld aan een GAC. Als je daar gaat differentiëren in kapitaal en verbruikskosten. Dan gaat bij kapitaal nog wel op de kubus. Maar de verbruikskosten liggen voornamelijk in de vervanging van het bed. En die worden vooral weer bepaald door de DOC. En bijna niet meer door het debiet. Dus dan ga je ook weer andere kostenfuncties krijgen. Ja. Ja. Nog andere vragen? Ja, ik wil er even terugkomen op een vraag die we er straks hadden. Namelijk van, wat nou als je ook voor NMP iets zou willen? En nou, dat is toevallig geweest ook in het voorbeeld van Ede speelt dat een rol. Hè? Bij Ede krijg je nu een ontwerpcurve waarbij je, even kijken, op basis van de metingen zou kunnen zeggen, hij kan, als ik 70% verwijdering wil, dan zou ik met 1200 kuub per uur klaar kunnen zijn. Maar de ideeën bij het waterschap nu waren om en passant ook een zandfilter te bouwen, gericht op 2 keer de theoretische DWA. En dat zou op 4500 kuub per uur komen, dus helemaal hier. Dus voor je medicijnen zie je dat het heel vlak is, dus dat is helemaal niet nodig. Maar voor die P is dat dan misschien wel weer nodig en dat doe je gecombineerd je nageschakelde techniek en een zandfilter. Dit laat je dan zien dat voor medicijnen zou je hier al klaar kunnen zijn. Maar als je voor P toch extra veel wil behandelen, dan ja, kun je meer doen. Hè? Dus dat speelt... oh, ik zie de DOC is hoger. Nou, dan verander ik hem. Geen enkel probleem. Maar dat maakt niet uit voor het rendement. Dat maakt alleen uit voor de kosten. Want dan gaan de kosten dus omhoog. Daardoor hoef je hem dus niet groter te maken, maar dan heb je een hogere dosering. Wat Stefan vroeg, is dat van ja, dus als je andere overwegingen een rol laat spelen, kun je dus ook best groter dimensioneren dan strikt genomen noodzakelijk voor de medicijnen. Helder. Nog andere vragen? Ga ermee aan de slag. Ga zelf proberen. En Jeroen, we hebben het niet echt over een helpdesk gehad. Maar ik kan me voorstellen dat jij vragen verzamelt. En als de tool verbetering behoeft of toelichting groter dan 1 op 1... dan moeten we kijken of we daar een andere vorm voor verzinnen. Maar er zijn ook wel wat uren op de een of andere manier gereserveerd om individuele waterschappen kleine ondersteuningen te geven. Moet even kijken hoe groot dat gaat worden en hoe... ja, op een gegeven moment moeten we kijken wat we generiek kunnen doen en wat we 1 op 1 moeten doen. En als het te veel 1 op 1... wordt, dan moet ik me achter mijn oren krabben, want daar waren we niet van bij de STOWA. Aan de andere kant moet het tool gebruikt worden, want daar hebben we het voor gemaakt. Dus wees niet, schroom niet als je vastloopt of als je dingen niet snapt om contact op te nemen met mij of met Jeroen. Ja, dat mag. Stel gerust vragen en als het te gek wordt, dan neem ik contact op met Bert. Ja, prima. Ik zag nog eens vragen, wanneer komt de tool beschikbaar? Nou ja, vanmiddag dus in principe, maar ik weet niet hoe snel Bert hem aan... Nou, je kan natuurlijk mailen naar deze groep. Ja, en ik mail aan degene die ik uitgenodigd heb. Als mensen van collega's uitnodigingen doorgestuurd gekregen hebben, daarom zei ik aan het begin al, stuur mij even een mailtje, want dan neem ik je mee in die mailinglijst en dan krijg je die tool ook. Maar ik stuur het tool dadelijk aan de... collega's aan wie ik in eerste instantie de uitnodiging gestuurd heb. Er is nog een vraag van Mirjam over het vrij verval. Ja, nou, de basis is dus dat je hebt influent en dat komt aan en we gebruiken de debietmetingen. Dus de dynamiek die er is en die het gevolg is van het vrij vervalriool wat daarvoor zit, die neem je mee. Dus dat zit er direct in. De aanwezigheid voor persleidingen nemen we mee, omdat dat kan verzorgen dat de piek van debiet en de piek van verdunning niet meer matchen. Het maakt niet superveel uit, maar het is netter om het wel mee te nemen. Dat is alleen maar zeg maar, om de vertraging die daar optreedt in de verdunning, om die mee te nemen. Vrij verval zit er dus ja, impliciet in, want je gebruikt gemeten debieten. Helder. Ja, en dat is... Dat blijft wel het credo bij dit hele verhaal van monsternamen van influent en effluent tot je DWA-curve. Meten. Ga niet uit van ontwerpgetallen of van getallen van de buren, meten. Want je gaat de bietenbrug op of je doet jezelf tekort als je dat niet doet. En meten kost geld, maar... hier gaat dan echt de kost voor de baat uit. Andere zaken, of gaan we afronden? Ik zie niks meer binnendruppelen. Complimenten. Een van de beste internetsessies die ik tot nu toe heb meegemaakt. Oh, ik was bedankt Olaf. Heerlijk. Bedankt Olaf. Ik was ook wel een beetje zenuwachtig, want ik heb ook zowel de techniek als de voorbereiding van Jeroen, Ellen en Mirabella was goed. Dat punt. Maar de techniek heb je niet helemaal in de hand. Soms gebeuren er toch rare dingen en die heeft ons gelukkig niet in de steek gelaten. Dank jullie wel. We gaan aan de slag. Jullie gaan aan de slag. Meld je terug als je problemen hebt met de tool. Het rapport komt eraan, maar daar moet nog eventjes de laatste poetsslag op gepleegd worden. De tool krijgen jullie waarschijnlijk binnen nu en een uurtje. Er is geen lunch geregeld bij deze bijeenkomst. Dit was hem. Beste mensen, blijf gezond. En ik hoop jullie allemaal snel weer in levende lijf een keer te treffen. Goed en goede Pasen allemaal.